Fons Groenendijk, de eerste officiële dag als trainer van ADO Den Haag. Hoe voelde dat? Nou, dat is natuurlijk best wel, wel mooi. Hè? Want ja, goed, dit is natuurlijk het moment, hè, waar het altijd om gaat. Je staat met die jongens op het veld. En ja, dat heb ik toch wel gemist. Het is een beetje als een scholier die de eerste dag naar school gaat. Ja, je hebt toch... Dat klinkt gek, hè? Je hebt alles meegemaakt. En ja, toch heb je dan weer... Toch wel wat spanning weer bij je van ja, dit is gewoon weer het moment waar je naar uitkijkt. En ja, dat is leuk. En ja, er is ook goed getraind. De jongens hebben echt hard gewerkt en met een goede beleving getraind. Ja, daar kan ik alleen maar tevreden over zijn. En natuurlijk, er zijn ook een paar nieuwe gezichten in de staf. Dus iedereen wil zich laten zien. En ja, dat is leuk om te zien. Wat was de kennismaking met de groep vanmorgen? Ja. Nou, ik heb uiteraard een verhaal even gehouden in de kleedkamer. Niet te lang, omdat de focus ook wel weer heel snel natuurlijk naar de wedstrijd moet. Dus we hebben ons netjes voorgesteld en even wat dingetjes benoemd die ik belangrijk vind. Dus met name dat we natuurlijk de komende maanden... Ja, dan is maar één ding belangrijk. En dat is gewoon dat deze club volgend jaar op het hoogste niveau speelt. Nou, en dat begrijpen de jongens ook. En, dus ik heb nog eens een keer ook aangegeven wat dat betekent, hè, als je dat shirt mag dragen. Dat is wel, daar moet je ook een bepaald gevoel bij hebben. En als je dat shirt draagt, ja, daar moet je trots op zijn. Ja, maar dat schept ook verwachtingen. Je hebt ook verantwoordelijkheid naar je supporters. Naar alles en iedereen die deze club een warm hart toedraagt, heb je gewoon verantwoordelijkheid. En die moet je niet ontlopen. En dat moet je ook beseffen. Nou, en op die manier hebben we gesproken. En ja, dat begrijpt iedereen wel. Is het juist omdat je hier in het verleden hebt gespeeld, dat je die trots die dat shirt met zich mee brengt, goed kan overdragen op de spelers? Nou ja, als ik erover praat, ja, dan heb ik daar natuurlijk gevoel bij. En ik vind ook, daar is geen woord van gelogen. Dit is een echte volksclub. Dit is een club met trouwe supporters. Die willen iets zien van ons. Nou, daar moet je alles aan doen. Hè. Dat is een vak. En dat is niet alleen die training van anderhalf uur of die wedstrijd. Maar ik vind dat gewoon elke dag van 9 tot 5 is. Hè. Zoals iedereen naar zijn werk gaat. Vind ik dat je dat als echt een beroep moet beleven in alles wat je doet. Dus niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten. Het is weliswaar midden in het seizoen. Mooie overstap heb je al eerder aangegeven. Had je het liever... aan het begin van het seizoen gehad. Het lijkt me lastig als trainer om in een seizoen in te stappen. Ja, dat is voor mij ook nieuw hoor. Want nu is inderdaad 2/3 van de competitie is weg. Dus ik besef heus wel dat ik niet heel veel tijd heb. Maar goed, dat is nou eenmaal zo. En ik heb ook gezegd van oké, we moeten niet te lang terugkijken. We moeten vooruit kijken. We hebben 13 wedstrijden, dus dat is ook genoeg om die punten te halen die we nodig hebben. Maar ik wil gewoon elke wedstrijd spelen om te winnen. Ja, en dat is de bedoeling. En dat moeten de jongens uitstralen. En dat zal heus niet altijd gebeuren, dat begrijp ik ook. Maar je moet er wel naar streven. En ik denk dat het vandaag een goede start was. En we gaan het zien. Onder andere als analist van Fox ADO regelmatig gezien dit seizoen. Denk je dat deze spelersgroep in staat kan zijn om zich redelijk makkelijk nog te kunnen handhaven? Ja, redelijk makkelijk zal het niet zijn. Maar klopt, ik heb ADO inderdaad 2 of 3 keer zelf gezien ook. Dus het is niet zo dat ik de ploeg niet ken of de spelers niet ken. De meeste ken ik wel. Maar dat zal niet makkelijk zijn. En goed, dat weten we. En daarom is het ook zo belangrijk, hè, dat we nu achter elkaar staan en dat we alles doen wat in ons vermogen ligt. De spelers, de staf, en dat moet samenkomen. En ja, dan komt dat goed. Dick Heesen, assistent op voorspraak van jezelf? Nou, Jeffrey kwam er mee met de naam Dirk. Nou, ik ken Dirk al heel goed ook. Dus ik vond dat een goed idee. En ik had daar zelf nog niet bij stilgestaan dat er misschien nog iemand bij kon komen. Kijkend ook naar de middelen. En daar ben ik ontzettend blij mee. Dat is een jongen die, dat zie je aan alles. Die voelt zich meteen thuis hier, meteen op zijn gemak.
Meteen ook goed bij de spelers, weet waar hij over praat. Dus het is een welkome versterking van de staf. Die er verder ook gewoon goed uitziet. Met Eek, met Johnny en Raymond, noem maar op. Allemaal geen probleem. Dus aan de voorwaarden ligt het niet. Ik moet zeggen, het stadion, alles is perfect geregeld hier. Dat heb ik al gemerkt in die dag dat ik hier rondloop. Dat het de jongens aan weinig ontbreekt. Dus het woord is aan ons nu. Ik zeg inderdaad, het woord is aan ons. Zaterdag eigenlijk een hele belangrijke wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. 6 punten er wel misschien. Is dat lekker om zo'n soort wedstrijd direct te hebben? Ja goed, het is, als je naar de stand kijkt, is het een directe concurrent. Ik vind wel dat wij zijn ADO. Ik vind dat wij uit moeten gaan van eigen kwaliteit. Dat is makkelijk gezegd als je net binnen bent. Ik begrijp heus wel dat hier het nodige gebeurd is. Dus we zullen eerst die jongens daarvan moeten overtuigen. Dat wij gewoon altijd, waar dan ook, ons eigen gezicht moeten laten zien. Dat begint zaterdag. Nou, dan ben ik hier 2 dagen, dat klopt. Dus dat is kort. Maar ja, ik probeer nu al die jongens daarvan te overtuigen. Dan zien we wel om 9:45 daar in Deventer wat dat opgeleverd heeft.